Hallo iedereen en welkom weer bij een nieuwe FreeTime video. Vandaag zijn we vrijdag en morgen vertrek ik op vakantie. Ik ga nog een weekje naar de zon samen met mijn zus. We gaan een weekje naar Creta. Maar ik moet nog mijn valies maken. Ik ben momenteel nog mijn video aan het editen zodat die ook klaar is voor zondag. Want ik kan mijn computer en zo allemaal niet meenemen. Gewoon mijn tablet. Maar ik ga toch proberen om ook al de thumbnail nog te maken. Dus daarmee ben ik nog bezig. Ik moet ook nog eens alle documenten checken. En morgen om 10:30 gaan we al vertrekken met vliegtuig. Dus ik wou de video gewoon vandaag al beginnen. Het gaat een chille vakantie worden. Een beetje aan het zwemmen zitten, aan het strand zitten. Het is zo rond de 24, 25 graden. Dus ideaal. Lekker gaan eten. Gewoon nog eens goed genieten van de zon voordat de echte winter begint. Dus ik kijk er echt naar uit. Maar we moeten nog een aantal dingen doen voordat we kunnen vertrekken. Ik heb ook alleen maar handbagage, dus ik moet zien van producten. Vandaag dus maar 10 flesjes mocht van maximum 100 milliliter. Dus dat moet ik ook nog even checken. Op zich een week heb je ook niet zoveel nodig. Maar het is nu ook niet 30 graden. Dus ik ga ook wel enkele lange broeken meenemen en een pull en zo. Maar dat gaan we zo meteen doen. Maar ik wil de video al beginnen. En nu ga ik eerst mijn andere video nog editen. Dan kan die al gepubliceerd worden. En dan ga ik kijken welke kleren en zo ik ga meenemen. Maar ik hoop dat jullie het een leuke video gaan vinden. En daar gaan we gewoon direct mee beginnen. De video is momenteel aan het uploaden. Dan ga ik nu ondertussen mijn kleren allemaal klaarleggen. En alles in de valies steken. Open doors, no dark around us at last. The bars have been broken up. Overcome a war within, caused by humanity thirst for blood. Find the rhythm somewhere in your soul. The answer stirs, guiding whispers. It leads the way towards home. You know we cannot refuse a goal. Footprints left in the wet sand, far from the end. We are never splitting, 100% certain now. More than ever, we're closer to being found. We zijn hier gisteren toegekomen rond 3 uur plaatselijke tijd. Want het is hier dus een uurtje later dan in België. Gisteren hebben we dan eerst snel iets gegeten omdat we toch redelijk wat honger hadden. En dan rustig alles een beetje zitten uitpakken. En in de avond ook nog lekker iets gaan eten hier aan het strand. En vandaag hebben we een hele dag aan het zwembad gelegen. Het is ook echt super mooi weer. Het is ongeveer 26 graden, maar het voelt wel echt warmer aan. Maar het was wel een leuke dag ook vandaag. En dan zijn we in de middag ook eens naar de grotere baan gaan. Want dus we hebben ons hotel en langs de ene kant is de zee en het strand. En daar hebben we enkele restaurantjes. Het is eigenlijk een klein dorpje. Het noemt Malemi. Het voelt hier in beeld. Ik weet niet hoe goed ik het moet uitspreken. En dan langs de andere kant hebben we meer een soort drukkere baan. Want hier zelf is het echt super rustig. Ik ga morgen of een van de komende dagen ook in zijn kamer toe. Want het is nu ondertussen al avond. Ik zal het eens doen als het daglicht is. Het is ook echt een goede kamer. We hebben zo'n kamerappartement. Dus heel groot en zo. Maar dat zal ik jullie wel nog eens laten zien. Want dus dan zijn we in de middag meer op de grotere baan is gaan kijken. Wat we daar allemaal nog hebben van restaurantjes en zo. Dus daar hebben we dan een lekkere pizza gegeten. En nu hebben we ondertussen ons al klaargemaakt. Ik heb dit kleedje aan. Ik zal ze even in de spiegel laten zien. Het is echt super mooi weer. Zeker nog voor in oktober. Want we hadden ons wel zo wel voorbereid op kouder in de avond. Want gisteren toen we waren gaan eten hadden we wel zo'n vestje mee. En zeker aan de zee zijn we wel wind. Maar dat was zeker wel goed te doen. Dus we zijn wel wat voorbereid op koudere avonden, maar dat is wel aangenaam, want het is ook goed om dan te slapen. We staan dan 's ochtends vroeg op, want de zon komt hier wel vroeg op, maar de avond begint dan wel iets vroeger, omdat het vroeger afkoelt en zo. Dus dat is wel een verschil met de zomer. Eigenlijk is dat wel ideaal nog, zeker omdat het in België echt wel koud was. Ook toen we vertrokken was het heel koud en dan hier is het super warm, want gisteren toen we waren geland was het 30 graden. Maar zobiet gaan we dan wel terug naar het strand om daar weer iets te gaan eten. Ik kan jullie deze week nog meenemen, het wordt wel gewoon een chille vakantie. Misschien gaan we ook wel eens een dag
een halve dag naar de stad. Dus we zitten kort bij Ganya. Dus dit is het kleedje dat ik aan heb. Dat is geen lange spiegel, maar het komt eigenlijk zo tot op de enkels. Daar is ook normaal een lint bij, maar dat heb ik nu gewoon zo los gedaan. En straks ga ik daar nog mijn sneakers eronder aandoen. Yes, I can speak Spanish too. Stand up and dance with this African vibe. Out on the streets, you may find different tribes. No coincidence, we have crossed paths, so stay with us. Raised by the delirious, serious. That's the line of religion. Vandaag is het dinsdag en deze voormiddag hebben we een beetje aan het zwembad gezeten. Gisteren hebben we dat ook zo gedaan. En dan nu gaan we meer richting het strand. En daar gaan we dan ook eerst iets eten. En dan kunnen we daar op de lichtbedjes gaan liggen, een beetje op strand. Er zijn enkele restaurantjes hier aan het strand. En gisteravond zijn we daar ook gaan eten en dan zagen we dat daar dus ook stoeltjes waren. En het was echt wel super lekker, dus we denken dat we daar dan gewoon nu deze middag ook terug gaan. Waar ook vriendelijke mensen en zo. Want we hebben in dit hotel dus gewoon ontbijt, ik weet niet of ik al had gezegd. Het is wel niet een buffet, dus dat was een beetje grappig. Dus het zijn zo al klaargemaakte borden, dus het is een beetje grappig wel. Voor ons is dat wel oké, omdat we niet zo'n grote ontbijtmensen zijn. Dus voor ons is dat wel sava, maar ik denk dat voor andere mensen misschien, als je echt een uitgebreid ontbijt wil, is dit hotel misschien iets minder. Maar er zijn hier ook wel genoeg restaurantjes waar je ook een ontbijt zou kunnen gaan nemen. Dus misschien kun je ook wel nog iets nemen. Dat weet ik nu niet, maar daarom gaan we nu, het is nu bijna 1 uur, dus gaan we nu iets gaan lunchen. En dan daarna ook nog een beetje aan het strand zitten. Het was deze voormiddag een beetje bewolkt, maar nu schijnt de zon weer. En als de zon er is, is het echt wel warm. Dat geeft je wel echt goed, moet je goed insmeren, zeker wij ook. Find the strength lost in your soul, the ancestors, God in the spurs, it is the way to his home. The one refuses the call. Footprints left in the woods and far from the end, we are never splitting. 100% so and no, more than ever, we're closer to being found. Vandaag zijn we donderdag en ik weet niet meer wanneer ik eigenlijk nog iets heb gezegd, maar gisteren hebben we ook gewoon weer in de voormiddag aan het zwembad gelegen en in de namiddag dan naar de zee gegaan. En we worden zo terug in de middag gaan lunchen bij een plekje waar we vorige keer al waren geweest, omdat we dat daar wel lekker vonden. En dan konden we ook daarna daar aan de zee zo op van die bedjes liggen. Dus we gingen daar naartoe. En dan zeiden ze dat ze geen eten meer serveerden. Dus stond ze op dat, want in de avond is die ook al niet meer open. En we zijn na de eerste avond wel gaan eten. Dus stond ze op dat nu meerdere restaurants en cafeetjes en zo echt al dicht aan het gaan zijn. Dus we hopen dat er toch nog enkele open blijven voor deze laatste dagen. Maar het valt ook wel op, want ze zeggen dat ook in sommige van, afhankelijk van hoe het weer is, blijven wij nog open. Maar het is echt wel het einde van het seizoen. Vandaag is het een bewolktere dag. Allee, vooral hier toch waar wij zitten, staat er zo heel de tijd op het weer. Het zal zo heel de tijd gewoon wind gaat zijn. Dus nu, vandaag gaan we dan eens met de bus naar Ganya. Niet zoveel verder is er een bushalte en normaal gezien komt daar om het kwartier. En dan gaan we daar een keer een beetje rondgaan, de winkeltjes, daar ook iets lunchen. En dan zien we wel als we terugkomen, als er nog altijd voor de zon is schijnt, wat we dan nog gaan doen. Maar dat is zo'n beetje de planning voor vandaag. Footprints left in the woods and far from the end, we are never splitting. 100% so and no, more than ever, we're closer to being found. By the sun, by the sun, by the sun. Oh,
Dus dit is onze kamer. Langs hier kom je binnen. Dan heb je hier onze bedden en hier is zo'n tafeltje met een spiegel. Hier ons terras. Dan heb je hier nog een tafeltje. En hier is dan het keukentje. Dus ook wel handig als je zelf zou willen koken, hebben wij dus niet gedaan. En dan hebben we hier een kast, dat is mijn zus haar spullen. Hier hebben we een badkamer. Allee, eigenlijk is hier gewoon een wc. Beetje grappig, maar daar zo'n verloren ruimte. Maar dan kom je hier een stapje verder. En dan hier is mijn kast. En hier is dan nog een badkamer. En hier is dan een wc en een douche. En dan langs hier heb je nog een apart bedje, dus echt ideaal voor 3 personen of een koppel met een kind of zo. En ook hier is zelf ook een tv en ook nog een spiegel en zo. Zoals je kunt zien heb ik ook mijn trui aan vandaag. Het is vandaag vrijdag en vandaag is het echt heel bewolkt. Nog meer dan gisteren, want uiteindelijk gisteren viel het best nog wel mee toen we naar Ganja zijn gegaan. Maar vandaag is het ook echt super fris en deze woensdag hebben we dan gewoon eigenlijk een goede wandeling gaan maken. En op zich was dat wel leuk, ook gewoon om nog eens een beetje verder de omgeving te zien. En eigenlijk is dat ideaal weer om dan zo een beetje een grote wandeling te gaan maken, omdat het anders soms te warm is om zo echt verder te gaan. Dan wilden we naar een restaurantje gaan. Waar we in de avond waren gaan eten om daar in de middag te gaan. Toen kwamen we naartoe en alles was daar gewoon ook dicht. Dus het is echt het einde van het seizoen. Dus uiteindelijk hebben we dan gewoon iets besteld in het restaurant van het hotel. En dan hebben we dat meegenomen en dan hebben we dat hier op ons terras opgegeten. Dus ons terras ga ik ook nog even laten zien. Hier hebben we dan ons terrasje. Wel echt leuk en gezellig. En hier is dan het zwembad. Maar zoals je kunt zien is het vandaag echt een bewolkte dag en zit er niemand aan het zwembad. Maar we hebben daar wel voor de andere dagen altijd in de voormiddag bijna aangezeten. Dus ideaal. En dan daar achter het hoge bamboegras is dan de zee. En daar is ook een militaire luchthaven. Dus maandag vlogen er allemaal gevechtsvliegtuigen voorbij. Dan dinsdag of woensdag waren het allemaal helikopters, waar dat dan mensen met parachutes uitsprongen. En vandaag zijn het weer helikopters en ook allemaal boten op de zee. Dit was even een roomtour en nu hebben we dus net geluncht hier op ons terras. En gaan we denk ik even iets kijken op de iPad, gewoon een beetje chillen. Omdat het weer echt niet aanspreekt om nog buiten te zitten. En deze avond gaan we dan wel weer naar ons favoriete restaurant Mythos gaan eten.